Robert is 19, heeft niet aangeboren hersenletsel en is naar Arnhem naar school gegaan. In het kader van de veranderingen van WMO leek het ons verstandig om ons een beetje meer te gaan oriënteren in Ede. Zowel op sociaal contactgebied als op sportgebied. Je hebt een heel poos G-korfbal gedaan, dat ging heel erg leuk. Maar ook op werkgebied en op woongebied. Nou, wat werkgebied betreft is dat helemaal goed gelukt. Hij gaat 2,5 dag in de week naar de Wissel. Aan de Bettenkamp, ik hoorde net iemand ook al dat adres noemen. En hij gaat 2 dagen in de week gaat hij naar het ROC A12. En daar is hij, ik noem het altijd vrij oneerbiedig, levend lesmateriaal voor de studenten maatschappelijk werk en jeugdzorg op het ROC. Dus ontzettend leuk project. En ik heb gehoord, mag ik even tippen, dat ze de groep aan cliënten mogen uitbreiden. Dus ik raad het alleen maar aan iedereen. Het is inclusie en participatie, wat je het noemen wilt. En het is een ontzettend leuk project op deze manier. Het enige waar we nu nog naar op zoek zijn, is een woonvorm voor Robert. Nou gaan wij over een aantal maanden verhuizen naar het NK-terrein. En we gaan regelmatig op de bouw kijken daar. Hartstikke leuk, maar we hebben natuurlijk ook de rest van het NK-terrein bekeken. En die NK-poort. Die ontzettend mooie NK-poort. Die staat daar, voor zover ik weet, nog helemaal niks te doen. En ik heb gezien dat daar een organisatie is die Boei heet, die zich daarmee bezighoudt. Ik heb een wethouder zo hier en daar gevraagd van, goh, hoe moet ik daar nou iets bereiken? Ik heb een zorginstelling gevraagd van, goh, lijkt het jullie niet iets om daar een woonvorm neer te zetten voor kinderen zoals mijn zoon? Ik heb ouders geprobeerd te vinden met ook jongeren die nog op zoek zijn naar een woonplek. En nu krijg ik de gelegenheid om hier ook mijn vraag neer te leggen. Ik zie die NK-poort, ik zie het helemaal voor me. Ik zie daar, er is zo ontzettend veel ruimte. Ik zie daar een woonvorm in één vleugel. Ik zie daar een werkplek voor diezelfde jongeren. Ik zie daar een hangjongerenplek, een seniorenjongeren hangplek. Ik zie daar een wijkwinkel. Ik zie daar een werkplaats waarbij senioren hun kennis kunnen overbrengen aan jongeren. Ik zie een kinderopvang. Ik zie er een dierentuin. Noem het maar op, kan van alles. Er is zoveel ruimte daar en het moet zo mooi worden. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Ik kan het niet alleen. Dus ik zoek hulp, aansluiting, ouders, mensen die daar iets in kunnen doen. Voor mij, voor Robert, voor alle andere mensen die daarbij betrokken gaan raken. Want ook dat is samenleven. Daar wou ik het bij houden.